Hallo mensen van Dus David Games. Mijn naam is Gijs en dit is helaas nog geen huis, maar morgen is er huis. En om mee te beginnen zijn dus van Rockstar zelf had dus 5 huis geconfirmed. En er zijn heel wat screenshots ongeveer na de video uitgekomen. Dus mij leek het leuk om lekker in de stemming te komen voor morgen. Om al vast te hebben over één van de huis. Daar is zeg maar eigenlijk IGN en PU en al die beroemde gamejournalisten die mochten op een speciaal event komen van Rockstar zelf, mocht helemaal niet gefilmd worden. En Rockstar had dan weer dan foto's toegestuurd, die mochten dan wel online ineens. Maar dus het meeste is dus uitgelekt van de Humane Labs raid. Zover ik ongeveer alles had meegekregen zijn dus 5 heists. En die bestaan dan uit bepaalde stages die jij moet completen. Tot zover ik weet, tenzij het niet is, dan excuseer mij, het spijt me, oké, niet boos worden. Zoals je, ik heb trouwens, als het goed is, als ik het niet vergeet, staan er mooi allemaal foto's en dan vertel ik en dat wordt allemaal duidelijk dan. Dus we beginnen natuurlijk bij de eerste stap die we moeten doen en dat is Human Raid numero uno. Meet de keycodes en het gaat er uiteindelijk over. Je eerste missie is dus je hebt keycodes nodig, want je gaat het Humane Lab busten, geld stelen, weet ik veel wat je gaat doen. En ja, dan moet je met je geheime contact en een groep van je crewmembers, die moet dan in de gaten houden of alles goed gaat, dat niks fout gaat. Als het allemaal goed gaat, gaat het waarschijnlijk super easy. Doet één iemand te verpesten, heb je ineens politie, woe! Nou, dat is zo simpel gezegd. En helaas, deze week is nog niet op DDG-huis, omdat dus iedereen nog moet regelen, dit en dat. Dus dat komt vanzelf goed. Dus volgende week gaan wij met Team DDG een huis knallen en die gaan we dan lekker voor jullie in 2 parts waarschijnlijk doen, want je bent met een heist een hele tijd bezig als ik zo alles heb gelezen en goed heb begrepen. En anders zie je het vanzelf wel op DDG. Dus vrijdag komt er nog een andere video. Ik zal mijn best doen, misschien toch wel. Maar anders komt er een andere leuke video voor GTA. Dan gaan we door naar stap 2. The Human Race Insurgents. Take 2 Insurgents LAPVs from the Marietta test site at the... Ja, oftewel, je moet dus de gepanzerde auto gaan stelen uit een Meriwether kantoor. En als je die uiteindelijk hebt, dan staat die weer opgeslagen en heb je stage 2 gehaald. En dan heb jij dus de grote bad guy truck waar je waarschijnlijk misschien nog een minigun op moet installeren. Maar hey, we gaan even verder kijken. Humane Raid 3 EMP. Get a hold of an electro-pulse device to shut down power at Humane Labs. It's currently installed in a Hydra jump jet. Holy shit, dus we moeten een Hydra zien te stelen. Want die zit er toevallig in. Dus waarschijnlijk moeten we naar de legerbaan. Je moet nog best veel dingen doen eigenlijk. Als ik het zo... Want ik zit met jullie trouwens tegelijk even het lijstje te behandelen. Zo vandaag. Het is live. Het is communicatie 101. Ik weet ook niet alles. Dus hey, als er iets niet klopt, excuus voor het ongemak. Ik doe ook maar mijn best. En ja, we gaan door naar stap 4. The Humane Raid Valkyrie. Acquire a Valkyrie helicopter gunship for the raid on the Humane Labs. Meriwether Security are storing it all at their base at Los Santos Naval Port. Dus waarschijnlijk moeten we dus de Valkyrie, die één helikopter hebben als het goed is, wat volgens al de geruchten was, die soort... hoe heet die nou? Nee, A-team volgens mij. Nee... Zo'n typische oorlogshelikopter, je snapt hem wel. Ik kan niet op het woord komen, excuus voor het ongemak. En dan is stap 5, the Human Raid Deliver EMP. Get the EMP device into the human lane, so it can be triggered during the raid. It will have been fitted into the stolen insurance LAP. Dus we moeten dat ding... Oh, tuurlijk. De laatste regel. Store the LAPV in the lab without drawing attention. Tuurlijk, we brengen even een grote auto in dat lab en dan heeft niemand iets door. Nee, mooi plan, gaan we doen. Maar ja, je vraagt je dus waarschijnlijk af, wat levert nou zo'n heist ons op? Want we gaan dus nu waarschijnlijk aankomende dagen superveel met ons vieren spelen. Nou, de setup kost, als we de foto's gaan bekijken, ik zal weer zo'n coole screenshot erin zetten, dan doe ik het alles gewoon met jullie gelijk doornemen. Een heist opzetten gaat je 54.000 kosten, toevallig deze dan. En die kan je dan met 4 crewmembers doen. Dus waarschijnlijk jij, nummer 1, dus zeg maar de leader wordt waarschijnlijk de pilot. Nummer 2 wordt de gunner, nummer 3 en 4 worden ground team. Want wat ik had gelezen van de Paralympics, je bent in 2 groepen versplitst. Dus jij en een vriend en 2 anderen,
samen moeten jullie het grote gedeelte gaan doen. Zoals je ook kan zien is het, de grote totale oplevering is 540.000. En bij deze heist heeft dus toevallig de leader krijgt het grootste gedeelte. Vervolgens is de rest dus eigenlijk gedeeld door 3. Dus zeg 50% gaat naar de baas en de overige 50% wordt gedeeld door 3. Nou, dat is nog steeds, als jij de leader bent, hou je 300.000 over. Maar ik denk dat je, zover ik ook had gelezen, kon je het zelf kiezen hoe en wat. Dus als je echt eerlijk wil zijn met je vrienden, geef jezelf 30% en de rest iets minder. Deal with it. Maar ja, ik heb er natuurlijk keiveel zin in. En er komen als het goed is nog veel meer heist uit. En er komt echt zoveel uit dat ik het gewoon eigenlijk niet in één keer nog allemaal kan verwoorden. Dan ratel ik in één stuk door en eigenlijk wil ik het morgen allemaal beleven. Dus mensen, laat vooral je PlayStation netwerk of je Xbox Live Gamertag achter. Zodat je eigenlijk met gezellige DDG'ers... Ik ga natuurlijk echt veel heist doen. Vooral allemaal crewleden. Dus als je in de katilluminatie zit, je bent echt hartelijk welkom om te joinen. Ik ga zoveel mogelijk mensen uitnodigen. En dan zie ik jullie in GTA.